Hallo kijkers van Shine Sprites, een kleine update over Hogwarts Legacy. Deze serie is inmiddels ruim een half jaar geleden opgenomen. En ik ben van plan om nog steeds verder mee te gaan. Het enige is, er zijn een aantal afleveringen die nu komen. Dat is deze aflevering en de komende drie afleveringen waar we de mic missen. En dat wist ik heel snel na het opnemen al. En soms dacht ik van, nou weet je, als het soort filler is, kan ik de aflevering nog verwijderen. Het grote probleem is, het is geen filler. Het is het vetste deel uit de hele serie tot nu toe die ik heb gespeeld. En dat baal ik zo erg van. Wat we gaan doen, en misschien heb je het al eens gezien in een Pokémon Colosseum serie die ik doe. Toevallig dat het allemaal net zo'n beetje tegelijk loopt volgens mij zelfs tegelijk. Dat ik een stukje van mijn stream moet gebruiken als praatstuff, zeg maar. En mijn cam zal ik er denk ik ook in doen dan. Ja, zal ik ook wel doen. Zodat je in ieder geval iets hebt om naar te luisteren. Verder is gebeurt er op de achtergrond best wel iets vets. We gaan in de hersenpan. En dan heb je een soort getekende artstijl. Dat is best wel vet. En dan gaan we op zoek naar de relieken van de dood. Dus dan weet je in ieder geval dat dat aan de gang is. En dan zien we je graag nou ja, bij de rest van de aflevering. Maar dat is dus niet de live commentary. Dan weten jullie dat. Veel plezier. En nou word ik geschurfd. Deze game is ook aan het cheaten. Wat doet hij? De game is me aan het stunlocken. Dus dan zit ik in een hoekje vast en dan elke keer als ik opsta, dan slaat hij me en dan val ik weer neer. Nah. En dan zit ik gewoon in een loop, als het ware. Ja, dat is kut. Dat is niet de bedoeling. Dat moet juist andersom. Wist je dat bedoeling zo'n ene woord is? Ja. Dat ik niet over nagedacht, maar dat is wel waar. Oh nee, Makuhita! Dying. Oké. Nou, dat stuk is weer gedaan. Gelukkig heeft hij wel opgeslagen dat ik al die collectibles had. Kijk, daar ben ik blij mee. Ik weet alleen niet hoe ik de... Oh. Zo moet ik de deur openen. In this place, death takes many forms. Got him. Avoid each of them at all costs. Het laggy lied. Maar moet dat nummer dan ook heel haperig zingen of nee, niet? Ik weet niet wat ik dat dan had verwacht, Rusty. Inderdaad, pompoensap. Tijd om te breeding. Tijd voor de final boss. Final boss? Ja, en het is natuurlijk Darth Vader. Wie kan je anders als final boss hebben? Luke Skywalker! Leave must be here somewhere. Het is wel een boss in de game als je de DLC hebt. I need to time this just right. Ja, en voor de Retrovient moet je de DLC ook hebben. Ja, in principe wel volgens mij. Oh, fuck. Ah, stop. Yeah. I see. A staircase straight ahead. Oh nee, Espion! Oh nee toch, Mion. SMS Espion. Espion naar 6363. Precies. In de Paris geval 6963. Ja, vind ik wel een leuk getalletje. Ja. Ik haat het als ze die kunnen counteren. Ladder. Ja, super. Perhaps they won't be able to find. Oh nee! Flappy! Flaflip. Flaflip is wel een goed Pokémon.
Nu, Noctowl. Oeh. Laat me opstaan. Leave me alone. For now. Ah, wat een poesje, hij loopt weg. Oh, fuck. I must cross the throne as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. But he did fall. Een poes op mijn scherm! Hoe vet. Nee, miauw. Nee, dit is een skitty. Ja. Toch wel jammer, Milan. Ja, want dat kan ik ook echt ruiken. This is my chance. Ja. I'm coming, Nathan. Ja. Ja, zegt hij. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. Wow. I need to find Sandering. Meow. Happy. Meow, 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 meow. We hadden ook nog leuke outbreaks. Ik zou zo graag een Shroomish outbreak willen of zo. Nothing is more danger. There must be another way to fight. I don't get the Shroomish outbreak. I need to turn back. There's no getting past them that way. Skitty is neer. Ik heb die poes helemaal vernietigd. Ja. Die poes is vernietigd. Ja, je bent wel een poesjes destroyer. Dat niet, Paddy. Ach, mijn vriendin moet geloven wel. Oké. Okay. Kijk, daarom heb ik dat vinkje bij seksuele content aangezet. Lekker. Lekker, man. Now's my chance. Even op mijn lijstje kijken of ik Shiny Frostlass al heb. Heb je Shiny Wicklet al? Nee, maar die heeft ook geen outbreak. That's the way forward. Nicing on the cake. Frostlass? Ja. En die is al heel moeilijk te zien als die Shiny is. Is dat zo? Voor mij wel. Maar zijn alleen, voor mij is hij iets donkerder, iets geliger. Maar voor mij zijn alleen de ogen een hele andere kleur. Wauw. Het zijn niet in plaats van blauw rood of andersom. Oh nee, het is een buikstreepje in plaats van rood paars. Dat is het enige verschil. Oh. Maat. Maar ik ga het wel proberen, want ja, ik heb hem nog niet. Dus het moet ook gebeuren. Ik heb haar nog niet. Oh ja, het is altijd een haar. Finally free. Nou, sorry hoor. Jongen. Ik dacht, ik doe even gender zooming, maar het wordt weer niet gewaardeerd. Never gender zooming. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Een slugma! Call me slugma. En een Azuril. Dit is gewoon de Sander Milan team. Zeker, Ring. Do not squander its extraordinary power. Dan ben ik wel met Sander opgeschreven, dat is dan weer die minder. Ah, er is een shadow. De slugma is een shadow. No way. How is that even possible? Call me slugma. I've never. Ik word aangevallen door een Lokex, help. Waarom moeten overal die Lokex met me bemoeien? Laat me met rust. Leave Britney alone. Defender.
Oh, help! Ah. Ik hoor boos aan Nanderwings. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Rage quitting. Rage quitting. The only viable option. Ik kan only fan starting. Ah. Ja, fuck. Ik weet niet wat ik moet doen. Ouch. En ik was maar op een kwart van de final boss. Maar quitting is not an option, Ink. Maar is er ook een final boss? Nee, niet in de main dinges. Swamploo! Blauw. Nou, wat als ik niet wil zingen? Kan je de vinken daarin gebruiken? Wow. Pink Daring. Whoa. Niet de Pink Daring. Maar allemaal Frostlass. Maar een shiny ain't one. En ze kijken allemaal mijn kant op. Help! Beam. Doe je epic buff. Ik haat locals voor altijd en ever. Weet je ook wel een leuke shiny is? Nou. Toadstool. Wie? Toadstool. De landlopende tentacle. Oh ja, 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 die heb ik ook nog niet. Die is helemaal wit. Weird. Where's the guy in? Deze, de eerste evolutie, is compleet wit. En weer dood. Maar nu was ik op de helft. Er zit progressie in dus. Er zit progressie, maar ik moet eventjes snappen wat de counters zijn, wat ik moet doen. Counter is een fighting move. Ja, ik moet countering gebruiken. I suggest watching this video. The Emperor Walkthrough. The Emperor Walkthrough? Jazeker, Ing, die gaat me helpen. Heb je door Walls Walkthrough? Nee, het gaat laten zien wat ik moet doen. Oké. Okay. Ja, en dan? Bro, deze guy die heeft echt laag kwaliteit audio. En hij heeft een of andere klok die hoort afgaan. Nou, als jij weet wat je moet doen na dit filmpje, dan was het allemaal waar. Ja, dat is waar. Oké. Ik kom mee. Oké, ik denk dat ik wel een beetje snap. Echt, die mechanic van dat de Pokémon gooien dat hij dan zelf aanvalt is slecht. Top. In groepen wel heel erg, ja. Defender,
dat werkte niet? No. Oh, nu werkt het wel. Oké, frappant. Ik hoor een skill issue. Ja, Milan, wat vind jij van Pokémon Sleep? Geen idee. Ik zei dat zo tegen mijn vriendin. Er is Pokémon Sleep uitgekomen waar je goed in kan zijn. Mm-hmm. Waar jij goed in bent. Oh, wat dan? Ja, Pokémon Sleep. Ja, wat moet je doen dan? Slapen. Nice. Yo, Gumball Gamer. Ik ben ook goed in slapen. Ben jij ook goed in Pokémon Sleep? Waarschijnlijk wel. Ik kan ook shiny zien krijgen. Wat? Ik ga nu Pokémon Sleep downloaden. Give it to the next person. Double it and give to the next person. Ja, double it and give to the next person. Oh, I get what? Okay. Hij komt alleen even langs voor dat. Ja, ik wil wel lachen. Oké. Ik wil wel lachen. Ik vind het. Hij doet niks vervelends. Of wat anders dan die andere guy die we hadden. Paddy. Echt het is. Volgens een gast was ik racist omdat ik zijn Portugese zin die hij in mijn chat zei, ik dacht dat het Spaans was. Ik dacht ook dat het Spaans was. Ja, maar is het niet hetzelfde? Oh, wow. Ik denk dat je nu echt een... als hij in de chat was, was hij heel boos geworden. Ik weet dat die twee echt de grootste ruzie met elkaar hebben, dat weet ik wel. Hetzelfde als met Turken en Marokkanen. Die twee schieten ook echt nooit goed op samen. Oh. Oh, dat heb ik eigenlijk nooit echt meegemaakt. Nee, ik ook niet. Weer wat nieuws geleerd. Precies. Ah, ik zit weer vast in de muur. Dit is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. Is dat van die van die voetbalding? Ja. Galactic voetbal? Ja, inderdaad. Galactic voetballing. Oh god, ik zit hier op zo'n moment dat ik niet weet wat ik moet doen. Nou, daar heb je navigatie in ander en ander voor nodig. Ja, ik ben even druk bezig, dus dat wordt niet. You are far from finished. Nou, ik moet met Kel praten. Volgens mij. Ah, die camera is zo fucking kut, maat. Wow, speel je Mario 64? Ja, man. Ik hoor het. Oh nee. Ik heb gewoon nog drie dingen gedaan en alle drie keren geen schijnende pocket monster. Ik zou klachten indienen. Dat ga ik ook zeker doen. Game Freak, eat your heart out. What the fuck, maat. Nandowing gaat zo meteen. Of een Nando Salt in de chat, denk ik. Nando Salting. Ja, maar dit is echt oneerlijk, bro. Dat is zeker niet zo nice in on the cake. Nee, ik denk als ieder ander dit zou spelen, die zou exact hetzelfde denken. Waarschijnlijk, ja. Remember that. As you witness my memory. Hij blijft die fucking schild houden om een of andere reden. Ja, maar Nando, het is niet voor niks de eindbaas. De eindbaas, hè? Hoorden we net. Niet te verwarren met de eindbaas. Nee, die was er niet, dat had ik al gevraagd. Ja, in de DLC, toch? Nee, ook niet. Nee, ook niet? Nee. Nee, dat had ik al aan gevraagd of die er was. Dan denk ik echt, wat een lulloos. Ik hoor de helft niet eens, want het wordt gezegd.
Ik zit zo erg in die fight. Okay. Ik ga een bal op een vuurhut gooien. Ja, jij liever dan ik. Worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain. Ik weet niet wat het is, maar toch heb ik altijd als ik XD of Colosseum speel, altijd de neiging om alle shadows te willen vangen. Oh ja, dat heb ik eigenlijk ook, alleen dat hebben we niet gedaan in de serie. Stop met lokken. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. Ik vind dat wel grappig dat de Switch en dat had volgens mij de DS en de Wii U ook, dat je van die teams hebt, zeg maar, zwart op wit. Daar hebben ze een speciaal kopje van gemaakt, dat je denkt van oké, er komen meer teams uit, zeg maar, voor je homescreen. Maar er komen nooit, meer teams uit. Oeh, Venom of kan ik wel doen zo. Niet zo vet. Ja, vet dan is hij blauw. Dat klopt, ja. Ik hoor al dat jij zo'n Venom of Master bent. Nou, ik vind in het algemeen gewoon blauwe shinies. Vind ik sowieso al echt hartstikke goed. Zoals Spanjaard, die heeft een vet shiny. Ja. Alle beesten. Dan, hè? Of als echt van... Niet van... Een roze naar een andere roze, gaan maar echt van een hele andere kleur naar roze. Dat vind ik ook heel vet. Mm-hmm. Van blauw naar roze. Zoals Lechonk. Zoiets, ja. Zoals Lechonk, ja. Volgens mij is... Was Sander echt een roze shiny haten? Rebellion. Ik ben ook niet met alle roze shinies eens. Ik ben een groene shiny hater. Oh ja, jij was die groene shiny hater. Ja, terwijl ik Ursaring zo vet vind. En Espeon ook trouwens. Espeon vind ik echt een vet shiny. Nou, Ursaring, Espeon, Salamence, Bagon. Ik vind ze echt allemaal hartstikke lelijk. Het is. And I have. Dragonite. Maar dan de Dratini en Dragonair. Geweldig. Maar Dragonite. Nee. Nee, Dragonite vind ik ook wel minder op zich. I found it disturbing. Zeker omdat er zoveel potentie was. How did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. 100 jaar ging voorbij. I wonder that you're asking about her power. I hesitate to reveal the location of my offensive to someone who perhaps has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository of the Wood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald. Salsa! Without Salsa! Punishment. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock is... Hey, daarom ben ik ook heel graag die Mewe ook doen als een Rim Quest. Of a goblin die blauw is. Ja! Ja, ik heb hem al. Blauw. Ik heb die mooie blauwe Mew. Paradijselijk, mooie dag.
Gringotts, the tower. Oké, ik heb een verslag. Ik moet alleen nog maar de quick time event halen. Maar ik kan niet doodgaan in die quick time event. Dus dat is super nice. Waarom wil ik dat beest niet aanvallen? Hij is niet shiny, toch? Nee, hij is niet blauw. I haven't heard anything since I learned. Ik vind wel een hunt voor me, Milan. Tendermouse. And as you've probably guessed by now, ja, wat is hier bij? Plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Hey Nando, dat weet je vast wel. Ja. Waar is die Gering? Naar buiten, die... uit de stad. Uit de stad. Ja, naar die screpen dingetjes, toch? Ja. Top. Do it. Do it. Give it to your destiny. Nou, doe eens even rustig.